Dit lijkt een onschuldig kruispunt in Poeldijk, maar schijn bedriegt. Er liggen gele stenen en die zijn gevaarlijk. De gemeente adviseert weggebruikers om de snelheid te minderen, omdat de bovenlaag van de stenen glad is. Er zijn al een paar mensen op dit kruispunt onderuit gegaan. Ik was netjes van het kruispunt aan het oversteken. Maar ja, het had het geregend en ik rijd hier door de bocht. En voor ik het goed en wel wist, lag ik eigenlijk op de grond. Het ongeluk gebeurde eind juni. René heeft nog steeds last van de val. Maar toen ik op een gegeven moment op de grond lag en ik met mijn handen over de grond heen ging, leek het wel of het ijs was of olie lag of iets. Zo glad voelde het in ieder geval aan. Ik ben een fanatiek hardloper en bij de val ben ik eigenlijk met mijn voet tussen het wegdek en de scooter blijven haken. En daardoor heeft mijn lichaam een hele rare draai gemaakt en daardoor heb ik mijn kniebanden eigenlijk verrekt. En sindsdien heb ik ongeveer 2 maanden niet kunnen hardlopen. En nu ben ik weer een beetje bezig, maar het is nog niet over, moet ik zeggen. Op meerdere plekken in Westland zijn bij gele kruispunten waarschuwingsborden neergezet.